Welkom bij Gede Zever. Ik ben Moes. Marvin. Axel. En we hebben vandaag een speciale gast, meneer Erik Wouters. Ja, stel jezelf eens voor als je wilt. Wel, je hebt al de helft gezegd. Mijn naam is Erik Wouters. Ik ben ex-militair, gepensioneerd dus. Bijna 60 jaar. En in goede gezondheid, gezonde geest in een gezond lichaam. Super, super. Afkomstig van Aalst, maar woonachtig in Heverlee. Waarom ben jij in het leger gegaan? Wel, in eerste instantie door mijn pa in feite. Mijn vader was rijkswachter. Ik ben nogal een groot ega. En fier op zichzelf. En hij zou dat graag doorgezet hebben. En hij heeft mij aangemoedigd om naar het leger te gaan. Toen was er nog dienstplicht. En hij zei zo van, als je dan toch wilt of moet militair worden, word dan tenminste een goede militair, een vierde militair met enige ervaring nadien. En dat heeft mij toen gemotiveerd om naar het leger te gaan en het regiment paracommando te kiezen. Dat is niet zomaar met een vingerknip gebeurd, want daar moet je voor werken. En dus ik heb die opleiding doorstaan en voilà, ik ben dus geslaagd in die opleiding. Ik ben ex-paracommando. Oké, en wat waren de moeilijkere trainingen bijvoorbeeld tijdens uw opleiding? Vooral fysiek. Fysiek moet een goede paracommando meer kunnen dan een doorsnee militair. Het is vooral de fysiek en ook de wilskracht. Het durven ook. Je moet ook een beetje durven. Hè. Ja. Je moet uit een vliegtuig springen, moet op rotsen klimmen. De medische dingen is ook hoger. De testen. Hè. Dus om medisch goedgekeurd te worden, ligt ook hoger dan een doorsnee militair. Ah, ja. Okay. En de opleiding duurt een stuk langer dan de klassieke opleiding van een militair. En zijn er dan zo technische aspecten, zoals dat je bijvoorbeeld met een helikopter moet kunnen leren vliegen of zo? Specialisaties. Nadien specialisaties. Wel, je kunt u verbeteren in het rotsgedeelte. Dus paracommandos moeten kunnen klimmen. Iemand moet dat kunnen installeren, dus je kan een rode cordelet krijgen. Verdienen. Hè. Ja. Dus dat is al een specialisatie. Je kan ook de vrije val doen, aanvragen en doen. Toen kon je nog voor duiker gaan. Er was een sectie duikers. Dus duiken, hè, water, lucht, rotsen. Op verschillende gebieden kon men zich verbeteren en specialiseren. Oké. Interessant. En hoe was dat, die dienstplicht? Hoe heb je dat ervaren om verplicht in het leger te moeten gaan? Ja, toen was dat nog algemeen aanvaard. Ik als jonge mens had daar geen enkel... moet ik het gaan zeggen, tegengoesting van. Ik zat al in een militair milieu door mijn vader. Ja. Leeftijdsgenoten gingen hetzelfde lot ondergaan. Die waren ook nog dienstplichtig. Ja. Maar ik ben, in feite heb ik mijn dienstplicht nooit gedaan. Ik ben onmiddellijk tijdelijk beroepsvrijwilliger geworden. Men kon tekenen voor 2 jaar, wat niet zoveel verschilt als dan 15 maand voor paracommando's, miliciens in de tijd. Dus ik heb 2 jaar getekend. Nadien heb ik per jaar bijgetekend tot men dan uiteindelijk beroepsmilitair wordt. En dus voor een verdere totale carrière. En was dat... We hebben die ervaring nooit niet ondergaan, dus was dat dan betaald, die dienstplicht en al? Ja. De dienstplicht is weinig betaald. Hè. Ja. Ik kan daar geen cijfers op plakken, maar als militair, als beroepsvrijwilliger, kreeg je een wedde. Ah, ja. Dus ja, dan werd je betaald. Okay. Als je dan slaagt voor je brevette paracommando, dan word je meer betaald. Dan krijg je de risicopremie erbovenop. Ja, okay. Dus het was een interessante wedde, zal ik maar zeggen, voor een jonge gast van 17 jaar. Ja, dat kan ik geloven. En is het volgens u, denk ik, een nog altijd een meerwaarde? Stel dat ze nu deze tijd niet per se dienstplicht, maar wel terug zo die opties aanbieden? Omdat dat iets is dat eigenlijk stopgezet is. Maar daar blijkt toch veel vraag naar te zijn soms. De schoolplicht heeft hier ook een beetje in gespeeld. Want als je dienstplichtig bent, kon je al binnengaan. Ja, dat was ongeveer 17, 18. De mensen van tegenwoordig zijn ook mondiger, zijn opener van geest dan vroeger. Ja. Vroeger had je dat het normaal. Iedereen moest zijn dienstplicht doen. Het was meer aanvaard dan nu.
ik zou opteren voor de dienstplicht terug in voegen te stellen, voor de kinderen iets mee te geven, waar ze kunnen van gebruik maken voor de rest van hun leven. Ja. Een zekere ervaring dat ze kunnen uitputten. Want je wordt toch een stuk volwassener, vind ik, in het leger, dan dat je pas uit school komt en ergens op de werkmarkt gaat beginnen. Ja. Dat geeft u net iets meer mee, vind ik. Je geeft er zeker een vorm van discipline mee, denk ik. Ik heb, Discipline en ook je leert je grenzen kennen fysisch. Ja, dat is waar. Ja. Ik ben naar Cabo Verde geweest een paar keer in mijn leven. Ik heb daar iemand leren kennen. En daar is de dienstplicht eigenlijk nog verplicht. Je moet het sowieso ondergaan. Ik denk dat tot je 25 jaar is, moet je het sowieso 2 jaar doen. En die persoon uiteindelijk heeft mij echt meegegeven dat dat echt wel iets goed was voor de bevolking. En dat iedereen een vorm van discipline heeft. En ook werkwillig is in een zekere zin. Ten opzichte van, ik denk dat wij in onze maatschappij eigenlijk soms als je zo afstudeert, dat je zoiets hebt van... misschien wil ik niet direct beginnen met werken, maar je weet niet wat te doen. Sabbatjaar nemen dan. Ja, inderdaad. Een beetje zoeken zonder dat je eigenlijk veel... Ja. En ze verliezen zich misschien daar soms in, denk ik. Op die leeftijd is het niet zo gemakkelijk om de juiste richting in te gaan, denk ik dan vaak. En dat is wel iets dat je echt dan zo wel een vorm van discipline kan meegeven voor heel je leven eigenlijk. Ja. Nou, van wat ik hoor van jongens die ik ken, die hebben geprobeerd om militair te worden, is het ook niet altijd makkelijk om binnen te geraken. Dus voor de testen nu te doen, zijn er heel veel die ook afgekeurd worden. Ik ken niet de limieten of de criteria. Daar kan ik in feite niet heel goed op antwoorden. Ja. Wat ik... Nu, de eisen zijn veel hoger dan vroeger ook. Ja. Ja. Leert het ook in zekere zin vaderlandsliefde? Hoe zeg je? Als je in het leger gaat, leert je dan ook vaderlandsliefde? Of is het meer zo het kameraadschap? Ik denk dat je vooral kameraadschap vindt in het leger. Voor mensen die toch een beetje open van geest zijn, velen gaan tegen hun goesting en dan is alles slecht. Ja. Dan zijn de onderofficieren slecht, dan is het eten slecht, dan is het logement slecht. Dan gaat er niks goed zijn. Als je echt tegen hun goesting, als je verplicht wordt, als je als sportieve jonge mens naar het leger gaat, kun je daar beter uitkomen dan dat je erin gegaan bent, denk ik. Maar natuurlijk, er zijn veel verschillende mensen en gedachten. Is er eigenlijk... Dat is misschien logisch als het niet zo zou zijn, maar is er ruimte voor het individuele aspect in het leger? Wel, iedereen kent wel iets goed. Hè. De ene kan goed lopen, de andere kan zelfs muziek maken in het leger. Ik denk dat je sommige interesses kunt hebben, dat je in het leger kan bedrijven of doen. Ik denk het wel, ja. Ja. Maar dat was alleen maar verplicht voor mannen eigenlijk, op zich. Dat is nooit niet verplicht geweest voor vrouwen, of wel? De dienstplicht was enkel voor mannen, ja. Omdat je het zei, want ook in Oostenrijk en Zwitserland, of een van de twee, is er nog altijd dienstplicht, of een vorm van dienstplicht, dacht ik. Wel, ik volg het niet meer, dus ik kan ook geen correct antwoord geven. Ik ben 4 jaar gepensioneerd, dus... Het is goed geweest. Ja. En wanneer zijt jij heeft u militaire carrière nu in Afrika gebracht? Wanneer? Wel, voor mij te laat, want als je tot het regiment Parakomando behoort, we hebben een voorgeschiedenis in Afrika. Dus iedere jonge Parakomando die een beetje avontuurlijk aangelegd is, wenst daaraan deel te nemen. Wenst dat te ervaren en te zien. En bij ons is dat gekomen met... Tijdens de plunderingen in Zaïre, toen was het nog Zaïre, in 1991 om de expatriërs gaan te ontzetten. Dus 1991, na 11 jaar dienst, ik ben binnengekomen, wat ik zeg, en na 20 jaar pas heb ik kunnen naar Afrika gaan. En dat was uw eerste missie dan? Wacht eens, want ik moet mij hernemen na 11 jaar. Wow. Sorry. Nee. Dat is iets dat niet klopt. Nee, na 11 jaar pas zijn we opgeroepen geweest om interventie te doen in Congo. Zaïre toen nog, het huidige Kinshasa.
En wat was eigenlijk, waarom zijn jullie opgeroepen geweest toen? Wat was de missie? Wel, om de expatriërs gaan te ontzetten. Want er waren plunderingen bij de lokale mensen, bij de winkels, bij de expatriërs, in hun huizen. Die mensen terug naar België te brengen. Ja, oké. Dat was de opdracht. Oké. Onze aanwezigheid heeft ook een beetje het geweld geluwd. Niet dat wij angstaanjagend waren, maar er was toch ergens iets van, ola, de Belgische paras zijn aanwezig. Dat heeft een klein beetje meegewerkt. Mm-hmm. En dat was dan in Kinshasa dan of zo? Of aan het randgebied? Dat was in Kinshasa, ja. Ja, okay. En hoe reageerden de mensen over het algemeen op de aanwezigheid van Belgische militairen? De lokalen bedoel je? Wel, zoals ik daar juist zei, dat heeft een beetje meegespeeld in het geweld te luwen. En luwen, wat wil dat zeggen? Te verminderen. Ja. En verdeelde meningen in feite. Maar vooral de kinderen die rond de auto staan, nieuwsgierigen, maar toch ook volwassenen die... nos onkel, hè, we zijn nooit gekoloniseerd geweest, nos onkel zonder de toer, restitie. Dus toch meer positieve reacties dan negatieve. Mm. In de zin van... Het was vroeger beter tijdens de kolonie. Mm. Dus het was toch duidelijk dat ze met de huidige politieke toestanden het niet meer zo goed hadden dan voordien, tijdens de Belgische aanwezigheid. En dat was dan, wie was er dan in het macht? Dat was de Mobutu, zeker? Ja, het was nog altijd Mobutu. Maar ik zeg het, verdeelde meningen. Ja, dat kan ik geloven. Ja. Ja. En... Onder uzelf en ja, de collega's of de andere aanwezige militairen, was er daar dan ook zo nog het... Werd erop gereageerd? Stel dat je, als je dan positieve en negatieve ervaringen had, is er dan die ruimte om daar onderling over te praten? Of is dat iets van, houd dat een beetje voor uzelf? Of? Die vraag begrijp ik niet heel goed, want... Oorspronkelijk zijn we apolitiek, mogen we ons niet mengen met de lokale... We hebben mandaten, of hoe dat je het ook noemt, regels, de rule of engagement, en verschillende benamingen voor. Wij moeten ons aan bepaalde regels houden. Ja. Inmenging met de politiek is al een van de regels. Ja. Ons niet inlaten met de lokale bevolking moet een beetje afstand houden. Voilà, ja. Want wij kennen ze niet. Je mag niemand zomaar blindelings vertrouwen. Men kan met jouw wapen weggaan of andere belangrijke dingen. Ja. Dus dat is niet altijd heel gemakkelijk om afstand te bewaren, En praten wij daarover? Natuurlijk, wij wisselen ervaringen uit. En bij ons was vandaag zo. Er wordt allemaal over gepraat tijdens uw rustperiode, zou ik maar zeggen. Ja. En de ene ervaart dat dit, en de andere ervaart dat anders. Ja. Ja, oké, top. Het is omdat het vertekend beeld, hetgeen wat dat wij... als wij de legerdienst kennen, dan is dat gewoon van meestal hetgeen wat dat op tv zien. We hebben dan inderdaad nooit rechtstreeks of niet zelf ervaren, tenzij dat je bewust kiest voor het pad militair of een bepaalde opleiding. Dus in die zin is het altijd wel interessant om te weten van, kijk, hoe ervaart je dat zelf als militair? Ik had inderdaad nog eigenlijk een andere vraag, omdat ik weet dat er in Duitsland bijvoorbeeld... ten gevolge van de Wereldoorlog is er het recht om een order te weigeren, als dat van een overste komt. Als je zelf merkt van, oké, dat gaat in tegen de rechten van de mens, is dat iets dat voor het Belgisch leger of voor andere legers ook bestaat? Wel, dat heb ik nog niet ontdekt of meegemaakt. Zo'n houding tegenover een meerdere. Ja. Ik spreek dan van mijn eenheid. Dat iemand zodanig de officier tegenspreekt of het order niet wilt uitvoeren, want daar hangen ook de nodige straffen aan vast. Ja. Dus dan moet je wel heel zeker van jezelf zijn of heel correct zijn om zo'n order tegen te spreken. En dikwijls zijn de regels moeilijk toe te passen. Wordt er een beetje op gefantaseerd, maar eigen inbreng in de opdracht gebracht. Ja. Naar goeddunken. Maar zo echte dingen tegengaan, heb ik nog niet meegemaakt. Of toch niet in die mate voor dat iets onmenselijk zou zijn of zo. En wat zijn dan de gevolgen? Zou je dan zo tegenspreken bijvoorbeeld naar je officier toe en de orders niet uitvoeren? Ze gaan u niet in de gevangenis steken, maar
Ze gaan nu, ja, zoals dat ze zeggen, ballen geven, een weekend niet naar huis mogen gaan. Of, het hangt ervan af hoe agressief dat je nee gezegd hebt. Is het enkel verbaal of zijn er raken klappen uitgedeeld? Ik kan daar moeilijk een cijfer op zetten van je wordt zoveel gestraft. Hè. Ja, logisch. Je bent eerst in Congo geweest. Daarna heb je ook een passage in Rwanda gedaan, toch? Ja, dus mijn eerste opdracht was in Congo. De volgende opdracht was in Somalië. Ah, oké. Okay. Somalië. En hoe was dat? Hoe heb je daar gedaan? Wel, dat was nog net niet onder UNO-mandaat. Dus we zijn niet als blauwhelm vertrokken. Nog altijd met de rode parkmandomuts. Wij moesten in feite de rust gaan herstellen. Voor een UNO-opdracht te laten beginnen. Hoe dat gegaan is, dat was een totaal ander sfeer, een totaal ander domein ook, een totaal andere missie. Andere mensen, andere regels. Dat was weer ook heel interessant voor ons. Er was een ervaring erbij. Ja. Andere plaats, andere... En dat was ook in samenwerking met Amerikaanse militairen. Dat was heel indrukwekkend ook. Want de Belgen, de Amerikanen, als die op het terrein komen, dat is altijd met heel veel materiaal, indrukwekkend materiaal. Je kan daar dan deel van uitmaken. We zijn vervoerd geweest met overkrafts. Mm. Eerst uit het moederschip, op zoveel kilometer van de kust, stil blijven liggen, dan met zo'n overkracht met voertuigen op. Heel indrukwekkend, tot aan de kant vervoerd geweest. Daar ter plaatse ontplooit. Wel, dat was een hele nieuwe opdracht en heel indrukwekkend, zou ik maar zeggen. Ja. En veel geld, de Amerikanen, veel middelen. Ja, duidelijk wel. Ja. Maar als militair was dat een enorme ervaring. Een enorme aanvulling aan uw kunnen en weten. Ja, absoluut. Het volk, als je me dezelfde vraag stelt, hoe was de reactie van het volk? Ook verdeelde meningen. Ja. De ene wou meewerken, de andere... Ja. Dat is zo'n vraag die ik mij soms stelde, zeker na wat er is gebeurd in Burundi en in Rwanda. De blauwhelmen, we hebben altijd soms wat gevoel dat die er zijn, maar dat ze, als het te laat is in zekere zin. Dus dat ze er zijn, maar dat ze eigenlijk niks mogen doen als er echt geweld begint, de mensen echt beginnen vermoord te worden en zo. Wel, de de blauwhelmen werken met mandaten. Er is peacemaking, peacekeeping, peace enforcing en weet ik nog allemaal. Er worden dikwijls verkeerde mandaten aangehouden of verkeerde rules of engagement. Dat heeft er ook toe geleid, denk ik, aan de moord van de 10 commando's. Er mag niet geriposteerd worden of enkel. De dingen is heel moeilijk soms. Ja, dat is voor mij de oorzaak geweest van de moord op de 10 commando's. Verkeerde mandaat. En voor de mensen die niet weten, de 10 commando's die vermoord zijn, dat is... ik ga het misschien zo vertellen. In het begin van de genocide zijn er 10 Belgische blauwhelmen vermoord in Kigali. Mm-hmm. En dat was onder bevel van een Canadese generaal. Dallaire, als ik het niet weet. Romeo Dallaire. Ja. Ik ben met mijn vriendin naar de plaats geweest waar ze die mensen vermoord hebben. En daar zag je eigenlijk ook heel vaak terugkomen van... We waren hier, maar we mochten niks doen. Maar niet alleen voor de 10 Belgische blauwhelmen, maar ook voor de bevolking. Want de bevolking werd daar ook afgeslacht langs alle kanten. En de commando's mochten niet schieten. En dan stel ik me altijd de vraag, waarom zijn ze daar dan? als je daar bent, maar je mocht niks doen... Ja. Dat zijn de mandaten, hè, zoals ja, tuurlijk, exact. Het is gewoon... Ik stel me die vraag vaak. En niet alleen in Rwanda, maar ook in Afghanistan en al die plaatsen. Ja. De blauwhelmen zijn daar, maar ja, als je niet mocht schieten, kan het dan ook niet zijn dat de mensen zoiets hebben van... Waarom zijn jullie hier dan, in zekere zin? Ja. Dat is niet persoonlijk, maar... Die vraag, daar kan ik niet op antwoorden. Nee, dat is op hoger rand, hoger niveau, hoger echelon. Dus het is een goede vraag. Je stelt de goede vragen. Wat mag ik nog vragen? Tijdens de... Hoe heb jij de missie in Rwanda dan ervaren?
Wel, dat was terug een nieuw terrein, terug een nieuwe opdracht. Oorspronkelijk goed. Wij moesten ons eerst bekendmaken in de stad, in Kigali. Dus we moesten de stad goed kennen. Wij zijn alle bandjes gaan opzoeken en we moesten onze weg kennen. We moesten het land leren kennen. We hadden een kleine voorbereiding, een paar woordjes. Kinyarwanda, een boekje met hoe dat je de bevolking kan begroeten en zo verder. Het was weer al iets heel nieuws en heel interessant. Dus ik heb dat ervaren in het begin als heel goed, heel interessant. Ja, ik kan het niet beter zeggen. Natuurlijk, we hebben die evolutie gezien van interessant naar hola. Het gaat niet zoals het afgesproken is. Mm-hmm. En uiteindelijk is het op een genocide uitgelopen, dus verdeelde meningen in feite. Dus van een hele goede indruk tot een nachtmerrie. Nu, wanneer had jij het gevoel van dat gaat hier slecht aflopen? In Kigali? Ik ben daar 5 maanden geweest, dus een maand in rekke, zoals ze dat zeggen, in voorbereiding. En dan 4 maanden effectief moeten werken. Ik kan zeggen, na 2-3 maanden, dat er al tekenen waren van een burgeroorlog. Toch wel. En aan wat komt het dan zo? Lokale, de mensen die ons kwamen melden, verborgen wapenplaatsen en die toestanden. De radio Milcolin was heel actief. Ja. Dus je moet nog geen Kinyarwanda kennen om te begrijpen dat er iets haat, dat er haat wordt verspreid. Dus de tekenen waren toch soms duidelijk. Na 2-3 maanden was er al iets die niet heel goed was. Ja, sowieso, de pres heeft daar zwaar mee mensen gemanipuleerd in een zekere zin. Ik weet ook dat... Ik bedoel, misschien was het zo gezegd een relatief arm land, maar iedereen heeft een radio. Zelfs de armste persoon heeft een radio en luistert naar de radio. En dat is hun manier van het nieuws te ontvangen. En zelfs op de radio, dus op de radiozenders kwamen er eigenlijk mensen die haat prediken naar bepaalde naar de Hutus of de Tutsis. En zo is dat ontstaan eigenlijk. Hè. Ah. Ja, dat is ook iets wat wij... Dat is nu, niet heel lang geleden, maar als je nu kijkt, iedereen heeft een gsm. Van eerste tot derde wereldsland, tot vierde wereldsland, bij wijze van spreken. Ja. En ook op die manier worden wij dagelijks beïnvloed. Dus ik vind dat het gevaar van al die toegankelijkheid niet onderschat, maar gewoon omdat het heel gemakkelijk is. Wat dat we nu merken, dat er heel veel buitenlandse politieke bedrijven via een marketingbureau bijvoorbeeld een bepaalde boodschap via verschillende kanalen gaan verspreiden. Waardoor dat er bepaalde gevoelens, en dat neem nu het beste voorbeeld om heel neutraal te blijven, maar Brexit, dat is ook iets wat dat enorm hard gepusht is vanuit verschillende mediakanalen, dat zelfs via buitenlandse partijen gesponsord is. En nu uiteindelijk, nu dat het zover is, zijn heel veel van die inwoners terug tot rust gekomen, maar komt ook het besef van, deze is eigenlijk totaal niet wat dat wij wouden. En ik denk dat die opbouw, en dan die periode daarna eigenlijk altijd een trauma zou ik het niet noemen, maar daar zit een zekere vorm van moeilijkheid in, omdat mensen inderdaad ook op die plaatsen plots tot dingen in staat zijn of tot dingen aangezet worden waar dat zij nooit van hadden gedacht dat ze het zouden moeten doen. En dan leven ze met die littekens, zowel emotioneel als... Sowieso, het is eigenlijk een vorm van massamanipulatie. Hè? Dus op zich eigenlijk, dus zogezegd, worden je rechten afgenomen, terwijl je misschien eigenlijk alles hebt. En alles hebt in een zekere mate. Hè? En zo wordt dat eigenlijk uitgespeeld. Dus de ene voelt zich sowieso al onderdanig naar de andere toe en voelt dat hij sowieso meer recht heeft op bepaalde zaken dan de andere. En zo begint eigenlijk... de hele strijd. En dan nadien gebruiken de politiekers eigenlijk daar om macht uit te oefenen en bepaalde orders eigenlijk te laten uitvoeren. Zo begint het. Heb je de genocide van het begin tot het einde meegemaakt? Wel, ik ben vertrokken 14 dagen voordat de genocide begonnen is. We zijn afgelost geweest door onze collega's, de commando's. En 14 dagen nadien krijg ik thuis het bericht van je moet terug vertrekken
Er zijn 10 commando's vermoord. Dus er is een genocide aan de gang. Wij zijn toen geland op het vliegveld terug. En wij zijn geland in een totaal ander land dan voordien. Ja. Want voordien was er structuur. Hè. Ik dacht heel in het begin, in mijn opdracht, toen ik toekwam in Rwanda, oh, er is elektriciteit, er is benzine, er is water, er zijn medicijnen te koop. Dus ik ervoer dat als een vrij goede omstandigheden. Hè. Ja. Alle nutswaren voorzien. Ja. En dan was er plots... was dat niet meer. Die spanning was te voelen. Zelf op het vliegveld, je moest nog niet in de cités gaan lopen. Die spanning was te voelen. Ja, dat was een totaal andere situatie. Dus ik heb die genocide zien aankomen. Niet met de gedachte van dat die ging plaatsvinden, maar we werden door mensen verwittigd van er gaat iets gebeuren wat onvoorstelbaar gaat zijn. Wij relativeren dat een beetje, we lachen dat een beetje weg. Elk lokale weet hem beter. Die weten beter wat er in de lucht hangt dan militairen die 1 of 2 opdrachten hebben. Dan heb je wel iets van ervaring, maar je kent Afrika absoluut nog niet. Dus dan zijn we toegekomen, hè? Dus tijdens de genocide. Ja, dan krijg je al een heel ander beeld van, oh, wat is dat hier? Nadien ben ik teruggekeerd na die genocide. En dan zie je de littekens, dan zie je land heel langzaam heropbouwen, mensen die met al hun moed dat ze nog hebben, terug tot leven komen. Dus ik heb het gezien voor de genocide, tijdens en na de genocide. Je kan wel zeggen dat ik het intens heb ervaren, toch wel. Het is ergens toch wel straf hoe ze in Rwanda het land hebben opgebouwd na de oorlog. Man. Want als je nu ziet, het is wel een van de meest gestructureerde landen in Oost-Afrika. Ja. En ik heb ook al foto's gezien dat je ze ziet. 94, alles plat. En dan nu is dat echt Kigali, een bruisende stad. Met superveel commerce en technologie. En ja, het is wel de mensen daar. Moet er wel een petje voor afdoen. Ja, sowieso. Ik denk dat Kagame eigenlijk, president eigenlijk, daar een grote rol in heeft gespeeld. Eigenlijk zelf tijdens de genocide heeft hij ook een grote rol gespeeld. Laten we daar gewoon over zwijgen, denk ik. Om het zo een beetje cruciaal te zeggen, eigenlijk heeft hij toch sowieso zijn land wel heel mooi heropgebouwd, eigenlijk, in een zekere zin. Maar er is eigenlijk, spreken we dan nog altijd over democratie of niet? Dat is een grote vraag eigenlijk op zich, snapte. Maar het is wel sowieso duidelijk dat hij welvaart wil installeren, ja, en dat in een andere richting wil gaan dan ervoor. En dat is wel positief. Maar ik vraag me dan eigenlijk af, hoe moet ik dat uitleggen? Ik denk dat eigenlijk het volk eigenlijk wel benadeeld wordt met een eigen keuze in zekere zin, snapte? Dus dat Kagame bijvoorbeeld hij voert allemaal goede dingen in, maar als je tegen Kagame gaat of eigenlijk de democratie wilt laten uitvoeren en bijvoorbeeld een andere mening hebt, en ja, dan gaat dat niet eigenlijk. Dan ga je eigenlijk meestal tegen in de stroom. En dat is... Ja, dat is zo'n beetje het dilemma. Hè? Als het land werkt, dus ja, in zekere zin... Het is moeilijk om... Ik denk dat het soms ook makkelijk is om vanuit ons oogpunt naar landen in Afrika te kijken en zeggen van ja, het is een dictatuur. Want als je kijkt naar Libië bijvoorbeeld, het moment dat de westerse machten de dictator afzetten, het was een heel functionerend land. Ik denk zelfs een van de betere in Afrika. Het moment dat de dictator weg is, dan vervalt het in chaos, snap je? Ja. Dus het is een beetje een moeilijk sociaal vraagstuk waar ik denk dat niemand zijn antwoord op heeft. Wat is het beste? Democratie of een dictatuur? Een functionerende dictatuur? Ja. Dat is een beetje een vraag die zo... Ja, het is wel een moeilijke, denk ik. Hè? Sowieso. Maar het is ook zo, het zijn allemaal ook jonge landen. Hè? Op zich, snap je? Rwanda bestaat misschien wel 60, 70 jaar. Snap je? Of niet? Was het was onafhankelijk in 63 of zoiets, of 64, net na Congo of zo, snapte. En dus dat is bijna 60 jaar misschien dat bestaat eigenlijk, dat land. En de democratie is nog heel jong. En ik denk dat ze sowieso nog hun weg moeten vinden. In zekere zin zijn ze in de goede richting bezig. Maar ja, ik denk dat de jeugd ook ergens moet opstaan en zo een beetje aangewakkerd worden en... hun eigen ding moet doen, snap je? En dat
sowieso ook, ja, die ruimte moet er zijn. Hè. Ja. Je hebt nu wat dat fijn is dat je merkt van oké, ja, die landen zelf trekken ook zichzelf vooruit. Terwijl dat zo vroeger het idee was van, ah ja, wij moeten hun daar gaan helpen als zijn westerse macht. Wij moeten daar een bepaalde structuur gaan aanbrengen. Daar zijn dan dorpen, bij wijze van spreken, met de meetlat. Inderdaad. Afrika is met de meetlat verdeeld. En ik denk dat daarin... Ik zou het eigenlijk heel interessant vinden, of een leuke denkoefening vinden, om te kijken van hoe zou Afrika eruit zien als er totaal geen kolonisatie of inmenging geweest was. En gewoon die twee parallellen te vergelijken. Dat is nu iets, dat weten we niet, maar ik weet niet. Dat roept zo vragen op, puur omdat je dan zo die twee tijdslijnen kunt bekijken. En ik denk dat er uiteindelijk heel veel gelijkenissen ook nog altijd zullen zijn. In de zin van, conflict, dat is een beetje de aard van het beestje. Er gaat altijd iemand naar de overkant van de rivier kijken en zeggen, ah, ziet er daar wel goed uit. Weet je? Dat idee gewoon. Maar ook in de zin van puur, die zin naar onafhankelijkheid, als dat er zelfs niet geweest had moeten zijn, stel nu dat die landen niet gekoloniseerd geweest waren, hoe dat die zichzelf hadden kunnen blijven ontwikkelen zonder die tussenkomst. Ik denk eigenlijk, wij stammen sowieso af van tribalisme, hè, dus sowieso van verschillende stammen en zo en dergelijke. En dat leeft nog altijd in zekere zin in de Afrikaan zelf en in Afrika, snap je? En dus door de kolonisatie eigenlijk, zoals je aankaart, door de lijnen zo gezegd te trekken, zijn er veel conflicten eigenlijk ontstaan, snap je? En op zich, dat is eigenlijk een hypothese. Hè. We zouden nooit niet weten hoe dat zou zijn. Maar ik denk wel dat bepaalde dingen moeten gebeuren zodanig dat we allemaal kunnen evolueren. Snap je wat ik bedoel? Zowel in het Westerse, zowel als in de Afrikaanse of Aziatische landen. En we kunnen alleen maar leren uit onze geschiedenis, inderdaad. Ja. En sowieso en blijven evolueren eigenlijk, in de zekere zin, in de juiste richting. Maar het is ook het jongste continent van de wereld, hè? Afrika. Ik denk dat het heel veel potentieel is, maar ik denk dat corruptie ook een van de grote boosdoeners is. Hè? Corruptie en nepotisme, als je het mij vraagt. Ja, en nepotisme, wat wil dat zeggen? Nepotisme. Wel, de machthebbers geven de macht door aan hun uitgesproken of uitgekozen volgelingen. Ja, en dat is duidelijk te zien eigenlijk zo. Ik praat nu misschien over Rwanda misschien, maar ook in Congo was dat een lange tijd zo. Ik weet niet of dat Tshisekedi het nu doet. Hoor. Maar sowieso kun je dat zien eigenlijk dat bepaalde bedrijven bijvoorbeeld, of bepaalde andere staten eigenlijk, zoals China, grote invloed hebben op hoe dat het nu zich afspeelt eigenlijk in een zekere zin. Dat is ook de bijvoorbeeld nu heel recent kunnen we kijken naar de terugtrekking van de Amerikanen bijvoorbeeld uit Afghanistan. Na 20 jaar een heel deel van hun militair materiaal daar gelaten, dat terzijde. Maar eigenlijk het allereerste dat gevolgd is een bod van China om hun havens op te kopen. Alle verbindingswegen eigenlijk, wat transport. En op die manier plaatsen ze daar een lening van 100 jaar tegenover. Dus zij krijgen een cashreserve. Een land dat juist uit oorlog komt, heeft dat nodig. Ja. Maar dat is eigenlijk de Belt and Road Initiative. Dus die vanuit China naar Engeland heel de wereld bijna doortrekt. Hè. Ja. Dus de moderne Silk Road, zou je het kunnen noemen. Maar dat is opvallend hoe heimelijk. Dat is in het ene hand de zak met geld aanbieden en in het andere hand het mes vasthouden, want dat zijn schulden dat zij nooit kunnen aflossen. En op die manier creëert je eigenlijk uit die chaos een slavenstaat. Ja, eigenlijk staat wel. Slaaf van een andere land. Inderdaad. Ja. Heb je in je militaire carrière dat ook al gezien, dat er al heel veel Chinese invloeden waren in Afrika? Toch wel. Ja, de infrastructuur die verbeterd wordt in Kinshasa, met name de wegen, wordt veel door Chinezen uitgevoerd. Er is ook een Japanse delegatie die aanwezig is, maar vooral Chinezen in Kinshasa. Maar dat is denk ik eigenlijk gewoon voor uit hun eigen voordeel te halen. Hè? Dus om beter de ijzerrets te ontginnen bijvoorbeeld en te transporteren en dergelijke, hebben ze bijvoorbeeld ook lang in Goma, denk ik, gezeten.
En dat is de, wat is de kobalt en kobalt. Ja, daar zwaar ontginnen en zodanig dat dat eigenlijk gemanufactureerd wordt en doorgestuurd wordt naar hun eigen landen. Dat ook, Madagaskar bijvoorbeeld staat vol met rijstvelden, puur voor exporten. Ja. Dat is ja, puur China, de Aziatische afzetmarkt. En dat is een vorm van, ja, dat is een economisch spel natuurlijk, maar dat is eigenlijk gek dat iedereen het ziet gebeuren en het laat gebeuren, maar er is een heel grote invloed dat eigenlijk, eigenlijk is niet het land China, maar echt de Chinese Volkspartij, die communistisch denkend is, maar die dat extreem veel invloed heeft op landen waar dat wij ons als westerse eenheid uit hebben teruggetrokken, waar dat China dan aangekomen is door te zeggen van kijk, oké, wij gaan jullie vooruit helpen. En die belofte hangt eigenlijk vast, zoals ik zei, aan een schuld dat ze niet kunnen terugbetalen. Mm-hmm. En dan hangt je er gewoon aan. Maar op dat moment heb je ook geen andere keuze, want uw vorige reddende engel, bij wijze van spreken, ja, die is vertrokken. Die heeft het land... Nee, Afghanistan is gewoon achtergelaten geweest. En in die zin kun je niet anders dan dat bot te accepteren. Ja, eigenlijk het ding is, dat is een beetje... Dat zijn gevolgen eigenlijk, ja. Je hebt geen andere keuze, snap je? Ja. Het is alsof Amerika is gekomen naar Afghanistan om zogezegd democratie te instaureren, snap je? Terwijl dat helemaal niet zo was. En waar is de democratie nu zelf, snap je? Als je weggaat na 20 jaar. De meeste landen waar die problemen zich voordoen, zijn toch ook altijd wel landen met bepaalde mineralen. Ja, inderdaad. Wat is het? Heb je zelf ooit in je missies ook zo... van die kobaltvelden en zo in levende lijven kunnen zien? Ik heb vooral theevelden gezien in Rwanda. En betongebouwen in Kinshasa, maar niet echt. Van die streken niet. Ik heb ooit een documentaire gezien op Netflix, Virunga. Ik weet niet of je die ooit hebt gezien. Nee, maar ik ken de streek. Dat was super interessant, want daar zag je de gorillas, dus de ik denk niet dat het een soort paras zijn, maar rangers die dan rangers. In de... Dat is dan parken. Ja, maar dat is immens. Dat was echt super groot. En dan zag je de rangers die daar de gorillas moesten beschermen. Maar dan zag je ook dat er heel veel buitenlandse, Franse firma's ook in dat park zaten. En dan geld gaven aan die rebellengroepen. En zeggen van, kijk, als wij daar die mineralen en die gorillas pakken, dan ambeteert ons niet, laat ons ding doen. En dan zie je dat dat een gevecht is tussen de rangers, het Congolese leger... Het Rwandese leger, de bevolking. En dat is echt een hele mengmoes van iedereen die maar probeert Congo te plunderen. En dan houd je soms zo... Dan denk je ook van, ja, het is niet makkelijk, want niemand is bezig met de Congolese bevolking, maar iedereen is bezig met het geld. Ja, sowieso. Dus dan denk ik dat het heel moeilijk is voor de Congolezen om... In wie moet hij nog vertrouwen? Wie kan hem vertrouwen? Iedereen is daar om te pikken. Dat is wat de Kabila wou doen. De jonge Kabila, die wou eigenlijk, zogezegd monopoliseren. Zogezegd. Dus dat gebied eigenlijk puur afzetten en gebruiken in zijn voordeel. Maar dat is nooit niet gelukt. Snap je? Te veel conflicten op zich. Als je kijkt, heel veel landen bijvoorbeeld, of overheden die zich inderdaad bezighouden met... we gaan gewoon de vinger wijzen waar dat het is. Bijvoorbeeld Amerika... die dat ook effectief ingaat op geen kolonisatie, maar een oorlog ontketend. Niemand ter plaatse gaat, er komt een oorlog en ondertussen worden er heel veel structuren opgebouwd, puur voor eigen gewin, in plaats van dat er structuren worden opgebouwd om het land te ondersteunen of draaiende te houden. Ik denk dat dat wel een beetje de dingen is. Dat is het imperialisme uiteindelijk. Wat dat al 200-300 jaar aan de gang is, dat is de logische evolutie dat we daarvan zien. Maar ik denk niet dat dat eigenlijk superlang kan duren. Grondstoffen zijn niet oneindig, maar het is niet dat we al tot op een punt zitten waar dat we niet meer terug kunnen gaan. Maar de conflicten voor grondstoffen, dat is eigenlijk een beetje de draaischijf van... dat is eigenlijk een beetje de oorsprong van het gros van het geweld in de wereld momenteel. Als je bijvoorbeeld kijkt van, ja, heel stom, maar we hebben hier nu allemaal een koffie genomen. Die koffiecapsules bestaan uit aluminium. Maar wat er daarvoor bijvoorbeeld in Latijns-Amerika en zo moet gebeuren, en
dat we heel vaak horen van oké, daar is een dam gebarsten en al dat giftig water. En we denken, ah, oké, ja, dat is van dat. Uiteindelijk is dat puur door de hoeveelheid aluminium dat wij gebruiken. En ik denk in die zin gaan we ook meer moeten nadenken over ja, de manier waarop dat we leven. Moeten we niet per se extreem gaan aanpassen, maar er zou een gezondere manier moeten zijn waardoor dat je minder grondstofintens leeft, waardoor dat ook die conflicten eigenlijk kunnen afnemen. Oh. Ja, sowieso, daar heb je wel gelijk in. Ik denk ethisch correct, zo gezegd. Hè. We proberen goed te leven, in een zekere zin, zonder iemand anders pijn te doen, onwetend pijn te doen, dan zo gezegd. Maar ik denk dat we zo diep zitten eigenlijk, dat het eigenlijk heel moeilijk is. En dat zelf, al zou je dat willen rechtzetten, dat je nog eigenlijk corruptere zaken gaat sponsoren, in een zekere zin. Ja, dus ook met die bijvoorbeeld de palmolie. Dat is dan Indonesië bijvoorbeeld. Ja, daar worden ook bossen en families en verdwijnen dieren, allemaal puur om de palmolie. En dat is dan ja, voor onze koekjes, bij wijze van spreken. Nee, inderdaad. Van die stomme dingen. Naar Rwanda zijt je nog meer dan 10 jaar gestationeerd geweest in Congo? Ja, ja, dat klopt. Maar ik heb nog een paar opdrachten in Benin kunnen doen. Ah, okay, Benin, okay. Benin. Ja. Het oude Dagomey. Dat waren eerder logistieke opdrachten. Dus geen interventies of geen gewapende opdrachten. Meer bilaterale missies. Wij gaan naar Benin, de Beninezen komen naar hier. Dus vredelievende missies, zou ik maar zeggen. Maar ook heel interessant, weer al een ander land, andere mensen, andere taal. Een rijke aanvulling aan mijn Afrika-ervaring. Maar nadien heb ik dus ja, de rest van mijn carrière, 15 jaar, op de Belgische ambassade gewerkt in Kinshasa. Het is misschien een hele stomme vraag, maar een voor de hand liggende vraag. Wat is het grootste verschil tussen hier wonen en in Afrika? In eerste instantie de veiligheid. Ja. Vanaf dat je buiten de ambassade komt, die op zich al goed beveiligd is door veiligheidsagenten, word je fysiek en verbaal toch, kan niet zeggen geagresseerd of aangevallen, maar toch gevoelt die... Die dreiging, dat lastigvallen, toch wel. De veiligheid, algemene veiligheid. Winkels, je kan alles vinden in Kinshasa, van een klein nageltje tot weet ik veel. Je kan alles vinden. Je moet er heel grote, heel hoge prijzen voor betalen soms. Dus alles is heel duur. Daar moet ik regelmatig naar de cité's, naar de marché ging, hè, waar dat alles minder duur is. Dus ik was redelijk goed geïntegreerd. Ook omwille dat ik met een lokale ben getrouwd nadien. Dus ik spreek een klein beetje de taal ook. Wat dat het integreren gemakkelijker maakt. Ik ben ook ruimdenkender geworden naar Afrikanen toe. Dus ik voel me een beetje verbonden met hen. Geleerd de problematiek beter kennen en aanvaarden ook. Denk je dat misschien... Je kunt natuurlijk niet spreken voor collega's, maar denk je dat misschien veel militairen die naar daar gingen dat misschien niet hadden? Of gewoon dachten van, het zijn Afrikanen zijn hier... En wij zijn Belgen. Ja, er is een groep van collega's die absoluut niet zou kunnen aarden in Afrika. Er zijn er ook die mijn gedachten, mijn mening delen. Ja. En zijn jullie daarvoor opgeleid geweest? Om zo, denk ik, om zo een beetje, ja, in een zekere zin, zo gesensibiliseerd zijn geweest om toch zo met de lokale bevolking te kunnen omgaan, omdat die toch blauwhelmen waren in een zekere zin en zo gezegd voor het vrede stonden? Nee. Eerder het tegengestelde, van niet te veel contact maken. Nu, als je daar woont en werkt, dan heb je er een beetje voordeel bij van bij de juiste mensen geïntegreerd te zijn. Ja. Oké. Dus weer al verschillende meningen. Ja, inderdaad. Dat kan je voor de ene opdracht beter geen contact met de bevolking. Voor een andere langdurige opdracht goede contact. En dat kan altijd de missie helpen. Ja. Toch wel. Dus ja. In functie van wat je moet doen, al dan niet contact met de bevolking onderhouden. Ja, het is toch een avontuur, hè? Ja, de manier van denken dat je inderdaad merkt van oké, ja, je hebt al die landen wel gedaan. Je bent er niet op vakantie geweest natuurlijk, maar je hebt wel de mogelijkheid gehad, als je ervoor openstelt, om het land te ervaren. De bevolking wel van een op afstand desnoods te leren kennen. Maar ik denk inderdaad dat het ook een aspect is van oké, ja, het Belgische leger, het leger in het algemeen, reist ook heel veel rond. No. Oké, het is geen toerisme. Nee. Maar ik wil maar zeggen dat je eigenlijk heel veel, ja, zoals dat je zelf zegt, in contact komt met
Ik denk dat dat vooral voor veel mensen een heel grote leerschool kan zijn. Wat dat je op andere vlakken of andere jobs nooit zult vinden. Ja. Dat is waar. En wat waren dan zo de mooiste momenten dat je zo kunt... zou je zo een beetje moeten terugdenken en zeggen van oké, dat waren denk ik de mooiste momenten tijdens de missies of zo. Of daar heb ik eigenlijk... Of verrijkend naar u toe eigenlijk, persoonlijk. Ik heb vooral genoten van de missies, dat ik mijn voertuig mee kan verplaatsen met de nodige wapens of beveiliging, zou ik maar zeggen. Van het land te verkennen. Nieuwe plaatsen gaan te bezoeken. Het landschap, vooral Rwanda, heeft mij heel erg geïnteresseerd. Heel mooi. Het land van de Milcolin, Pays de Milcolin. Duizend heuvelen. Heel mooi. Kinshasa is... een hele grote stad, dat was minder mooi landschap. Ja, ja. Maar dan heb je daar de fluif waar je met een bootje kan opvaren. En vooral het rondrijden heb ik als heel interessant ervaren. Ja. En ook contact met de mensen, toch? Ja. Ik heb me een beetje verdiept in de lokale talen, zou ik maar zeggen. Niet vloeiend, maar een goeie dag kunnen zeggen of hoe gaat het in hun taal, dat breekt het ijs. Dat maakt hun enthousiaster. Er is een beetje afstand die verdwijnt. En natuurlijk, hoe meer dat je gaat vriendelijk tonen of opstellen, hoe meer dat ze gaan vragen hoe familiaaler dat ze worden. Dat is normaal. Ik veralgemeen. Dat zijn voor mij de interessantste momenten geweest. Het avontuurlijke aspect, zonder die dreiging van ik ga hier... aangevallen worden. En toch met een klein vleugje onveiligheid. Terwijl dat een beetje het avontuur, zo kan het niet beter verwoorden. Ja. Ja. Uiteindelijk ook de stille momenten aan het zwembad. Hè. Ja. Bij dat, in de Milcolin dan of zo? In de Milcolin bijvoorbeeld. Ja, dat je zo eens even kunt genieten van uw drankje in toch prachtig klimaat, zou ik maar zeggen. Ja. Er waren mooie momenten en waar ik toch heb kunnen van genieten. Maar dat kan ik geloven, uiteindelijk waren we ook op missie. Hè? Dus, tijdens een, En zelf de vriendelijkheid van de mensen, toch? Ja. Er waren die echt heel vriendelijk en heel aangenaam waren om mee te communiceren en mee om te gaan. Ja. Wanneer je bent teruggekomen naar België? De tijdlijn is misschien niet helemaal... Ik zal het zo stellen. Het moment dat er zo'n missie erop zit, zijn het een gevechtsmissie of een logistieke missie? Hoe wordt er dan eigenlijk opgevangen door het leger zelf? En dan bedoel ik vooral psychologisch. Wat wordt er nadien? Wat gebeurt er nadien? Terugzien met de familie. Degene die dan in moeilijke situaties hebben gezeten. Die familie terug. Ik heb dat ervaren van een beetje oost-west is best. Maar toch blij dat je dat meegemaakt hebt. Rijke aanvulling. Hoe dat leger, de bazen daarmee omgegaan zijn. Ik hoop dat ze lessen trekken uit hun moeilijke momenten. Maar ik zeg het, we hebben al een voorgeschiedenis. Parkman is al een voorgeschiedenis. Dus er is al een zekere ervaring op papier en bij de mensen zelf. Na een logistieke missie, dan moet er vooral veel hersteld worden en terug proper gemaakt worden en aangevuld worden, kan daar in feite niet beter op antwoorden. Nee, waarom stel ik die vraag? Omdat wat er zo zich heeft afgespeeld afgelopen jaar met de militair die met Jurgen Konings, dan was er toch zo wel wat vraag van oké, als militairen terugkomen, en die hebben gevechtsmissies gezien, hoe worden die geïntegreerd in de maatschappij? En is dat voor mensen die... Worden die opgevolgd? Ja. Ik begrijp de vraag beter niet, maar... Ja. Bij paracommando's of in die gevechtseenheden heerst er ook een beetje het macho-gedrag. Mag je het niet laten zien dat je een beetje onder de indruk was van een vuurgevecht, of zal ik maar zeggen. Sommigen lopen ermee te koop. Hè. Ik heb dat meegemaakt en sommigen houden dat voor zich. Ik denk dat er ook veel verkeerde militairen die niet het juiste profiel hebben, deelnemen aan zulke missies. Bij ons, ik zeg altijd, ik laat het bij ons noemen, bij het regiment Paracommando, zijn de meesten vrijwillig toegetreden tot die eenheid. En zijn ze op zoek naar
sterke emoties of toch enige avontuur, in hoeverre dat je het mag een avontuur noemen, en zo'n genocide of andere dingen. In die andere eenheden zijn veel militairen moeten vertrekken. En ik denk dat er veel verkeerde militairen vertrokken zijn. Die nadien met die problemen hebben te maken hebben gehad. Hoe dat die opgevangen worden, weet ik niet, want ik heb nooit zo'n instelling moeten gebruiken of nodig gehad. Ja. Mm-hmm. Ja. Dus, hoe dat die terug geïntegreerd worden, ze moeten aan een psycholoog moeten vragen, die werkt voor het leger. Ja. Of. Misschien wel. Het ding is eigenlijk, als je dat zo, dat is wat we zo zien, zo in het nieuws, over de militairen die zo terugkomen van een grote of lange missie, zoals in Afghanistan en dergelijke, die eigenlijk toch kamperen met bepaalde psychologische problematieken en die eigenlijk slecht worden opgevolgd na hun missies en eigenlijk een beetje verwaarloosd worden en zichzelf verliezen eigenlijk in een zekere zin. En dat is wel dan een beetje benadeeld. Ja, op zich, dat is een nadeel aan zo'n missie, denk ik dan. Zeker. Want je ziet het niet alleen hier, maar in Amerika, in Groot-Brittannië ook. Veel mensen die daarop die naar Afghanistan of Irak zijn geweest en die komen dan terug. En die zijn van alles, die hebben superveel trauma's. Maar die hebben dan wel bijvoorbeeld gevechtservaring of weten met wapens om te gaan. En dat is ook een gevaarlijk. Ik ga het niet anders noemen. Hè. Mm-hmm. Heel vaak, dat er bijvoorbeeld shootouts noemen ze het dan, dat er personen om een bepaalde reden of oneenigheid eigenlijk gewoon, zoals ze school shootings doen in Amerika, effectief ook op de basis een aanslag plegen. Dat zij gewoon met hun dienstwapen op collega's vuren. Dat is de problematiek eigenlijk binnen Amerika ook, is het feit van die hebben zodanig groot leger, die recruteren voor alle rangen, maar de onderste rangen, de basismilitairen, die worden ook echt heel breed gerecruiteerd. En het probleem is daarbij dat er in armoede gerecruiteerd wordt. Waardoor dat die mensen bijvoorbeeld, ik zeg nu maar, zij willen graag studeren. Dan kunnen zij best, als ze het geld niet hebben, in het leger gaan. Hun studies worden deels betaald. Zij worden waarschijnlijk ook uitgestuurd. Zij krijgen daar inderdaad te kampen met emotionele zaken, triggers die dat zij eigenlijk, om het extreem te stellen, in hun eigen steden soms ook kunnen tegenkomen. Ik zeg maar vuurwapens, vuurgevechten, bendegeweld. En dan komen zij terug, worden zij inderdaad terug gedropt, want er is inderdaad weinig ondersteuning in. Maar op dat moment is er die persoon die is opgeleid om op missie te gaan, die heeft zijn vuurwapenkennis. En dan gooien ze die bij wijze van spreken soms terug op de straat, omdat die emotioneel niet meer bruikbaar is voor het leger. En dan is het logisch dat je inderdaad, bendes worden steeds meer georganiseerder, efficiënter ook, omdat zij ook net die mensen dan wel gaan opnemen en gaan ondersteunen. En op die manier heb je nu in Amerika echt bendegeweld, maar wat dat eigenlijk oorlogsvoering is. Omdat daar de mensen, die bendes, weten van die persoon is uit het leger gezet, die heeft die kennis. En emotioneel zie ik die eigenlijk gewoon een basis of een thuis. En net daarop gaan ze inpikken en dan gebruiken ze al die kennis, wat dat eigenlijk puur militair zou mogen zijn en niet voor burgers bestemd is. Om dat op straat te gaan gebruiken tegen elkaar. En ik denk dat dat ook een heel grote reden is van de cijfers. En zoals zoals Chicago, de stad met de meeste vuurwapendoden, ik denk dat daar ook gewoon een probleem zit. En ik denk dat dat structureel is. Puur door het feit dat ze dan gaan recruteren in armere... Omdat mensen niet de keuze hebben. Onbedoeld gedwongen worden in de positie van ik ga naar het leger, omdat ik anders toch niet wegraak. Sowieso, en ik denk ook dat veel mensen eigenlijk zo in zo'n landen bijvoorbeeld eigenlijk nooit iets anders zien dan hun eigen buurt, snap je? Ja. En dus als ze dan als ze dan naar het leger gaan, de mogelijkheid hebben om te reizen en andere dingen te zien. Want Amerika heeft
basissen over heel de wereld. Ja. Ja. En die kunnen dan zo van basis naar basis reizen, dan in plaats van in een klein buurtje te blijven, niks te zien en misschien eigenlijk geen werk te vinden, want dat daar soms in bepaalde buurten heb je ook heel weinig om je te ontplooien. Als, ja. Dat was vroeger hier denk ik ook, hè, dat een van de keuzes was die jongeren hadden van je gaat naar de kerk bijvoorbeeld, ga voor de kerk, of je gaat naar het leger. Er waren vroeger denk ik hier toch ook veel wegen voor mensen die misschien niet altijd... De kerk? Zo oud ben ik nog niet geworden. Om dat te kunnen bevestigen. Vroeger gingen er toch veel naar het... voor de kerk werken. Is dat echt? En wat, also, voor wat te doen dan? In de kerk? Ja, vroeger had je toch de keuze. Als je vaak laaggeschoolde mensen, die werden pastoor en die gingen in kloosters werken en... Een beetje, dan werden die eigenlijk ook betaald, snap je? Ja, zo. Of kon naar het leger gaan, of politieman. Maar nu ben ik misschien wel nog heel ver aan het teruggaan, snap je? maar ja, het is altijd wel een plaats waar mensen die niet geschoold waren ook naartoe konden gaan. Hè. Ja, dat is misschien een feit, ja. Maar ik denk ook dat... vroeger was het niet zo belangrijk om hogere studies te doen, of zo, snap je? Vroeger kon je eigenlijk gewoon ergens van start gaan gewoon en dan je opbouwen. Inderdaad ook, ja. Als je kijkt naar de arbeidsmarkt, je begon, laat ons zeggen, voor uw generatie, als je bij je werkgever begon, was de kans groot dat je eigenlijk tot aan je pensioen hetzelfde zou doen. Nu merken wij van, oké, ja, 2-3 diploma's kun je gaan halen. Je begint in één iets wat dan misschien al niet meer gerelateerd is met je diploma's. Uh-huh. En je switcht om de 3, 4, 5 jaar toch van werkgever. Omdat die werkgever ook niet incentive heeft om je tot aan je pensioen te houden. Omdat je dan gewoon een dure werknemer wordt. Dus ik denk daarin dat dat de wereld ook veranderd is. Je hebt altijd wel mensen die inderdaad... ook in het leger het ik ben mijn draad kwijt. Ja, sowieso. Het leven vroeger was iets helemaal anders dan nu. Hè. Ik denk ook dat de mens sowieso gewoon veranderd is. Hè. Op zich, wij willen veel andere dingen dan dat zij toen wouden. En wij zien ook veel andere dingen dan zij niet zagen toen. Dus ja. En wij zijn geconnecteerd. Hè. In zekere zin, wij zien de wereld in ons handpalm. Door een schermpje. Ja, voilà. Dat is waar. Welk advies heb je voor mogelijk jonge kijkers of luisteraars die het overwegen om naar het leger te gaan? Welk advies? Oh, lala, dat is ook een moeilijke. In eerste plaats, als ze kiezen voor het leger, moeten ze al gemotiveerd zijn. Je moet het willen doen. Want je komt in situaties terecht die niet in de boekjes staan, zou ik maar zeggen, of die niet voorgeschreven zijn. Waarom zou ik het leger aanbevelen aan jonge mensen? Voor toch een bepaalde structuur in het leven te krijgen. Om geëncadreerd te zijn, om niet gewoon op het straat rond te lopen, om een beetje afstand te nemen van de schermpjes. Hè? Ja. Want in het leger kan je niet altijd met schermpjes werken of leven. Voor een beetje diversiteit op te doen. In job, want een militair moet een beetje van alles kunnen. Een beetje aan zijn voertuig werken, een beetje voor zichzelf kunnen zorgen. Kuisen, koken, dit en dat. Om toch een beetje een algemene kennis op te doen. Meer dan hetgeen waarvoor je gestudeerd hebt. Dat is een van de adviezen dat ik zou kunnen geven. Ik vind het leger nog altijd nuttig. Nuttig, ja. Velen zullen het niet delen met mij, maar... Meer advies zou ik niet kunnen geven. Op dit moment, dat is moeten meer over nadenken. maar in elk geval, dat ze gaan met hun goesting, dat ze niet, of niet met te hoge verwachtingen, want sommigen zouden kunnen ook gefrustreerd zijn van, ik dacht dat ik dit en dat mocht doen, en dat komt niet direct. Daarvoor moet je in een bepaalde richting gaan ook. Het leger biedt vele aspecten, van technische tot strijdende functies, tot logistieke functies. Je moet al een keuze gemaakt hebben voordat je in het leger gaat. Ja. Heb jij misschien vragen voor ons? Ja. Niet direct. Straks in de wagen gaan er vragen komen. Ja. Waarom heb ik dan niet gevraagd? Of, hoe staan jullie tegenover het leger? Want het leger is toch een centraal punt hier. Veel jonge mensen zijn niet meer zo gewillig. Of, ja.
tegenover het leger. Bij mij persoonlijk, ik heb eigenlijk altijd wel zo het idee gehad van, ik zou heel graag, eigenlijk dienstplicht had ik eigenlijk graag willen meemaken. Ja. Of toch de mogelijkheid om bijvoorbeeld voor een jaar of 6 maanden effectief deel te nemen aan een legeropleiding. Anderzijds, ja, ik kan er ook niet over beoordelen omdat ik het niet gedaan heb, maar anderzijds ben ik ook heel blij met het traject dat ik nu gedaan heb en het feit dat ik geen dienstplicht had. Ik weet niet, dat is tegenstrijdig, maar het is, ik zou het heel graag willen meemaken, maar er zijn ook ja, delen van mij die zeggen van oké, het zou volgens mij ook niet perfect bij mijn persoonlijkheid passen. Er is inderdaad heel veel ruimte voor ja, zelfontplooiing en een heel goede structuur in je leven te krijgen. Dus ik had het willen meemaken, maar ik vermoed van mezelf dat ik eigenlijk geen militair zou zijn. Qua persoonlijkheid vooral niet. Ik had het wel graag gedaan. Ik denk dat voor mij het Belgisch leger misschien wat moeilijker zou geweest zijn, omdat ik ja, ook met de geschiedenis die er is geweest in mijn land Burundi, dan denk ik niet dat ik zelf de stap zou kunnen gemaakt hebben om te dienen in het Belgisch leger. Maar ik denk wel, en daar sluit ik me 200% aan bij Axel, dat dienstplicht wel iets is dat mijn generatie nodig heeft. Want ik heb ook een jongen met een periode in mijn leven gehad dat ik zo niet wist. Eén, dat ik niet echt gedisciplineerd was, dat ik veel op straat hing. Dat ik eigenlijk een ettertje was. en ik denk dat er daar wel veel jongeren, zeker voor mij, spreek ik echt voor mezelf, wel gebaat zouden hebben gehad bij mijn verplichte legerdienst op die 6 maanden. Wat je ook zegt, weg van de computer. Je gaat ook met andere, met landgenoten vanuit Franstalige België, om ook zo meer dat samenhorigheidsgevoel te hebben voor ons en de Franstalige, met onze Franstalige landgenoten. Dus ik denk dat dat wel positief zou zijn geweest. Maar zou ik militair zijn geworden, denk ik zelf niet. Ja. Voor mij, ik zie er sowieso de voor- en nadelen in. Zou ik zeggen, van de voordelen is de discipline en zo. Ik denk dat dat heel goed is. En zeker het feit van dat je fysiek wordt getraind en dergelijke. En leert zorgen voor jezelf en gemeenschap. En dat je je individualiteit eigenlijk een beetje opzij schuift. En zo kunt denken voor een groter doel, snap je? Maar ik ben iemand dat graag kritisch nadenkt en dingen in vraag stelt. En dat zou te veel botsen met mijn persoonlijkheid, gewoon om orders te nemen zonder dat ik kan vragen waarom. Of, snap je? En, dus dat zou sowieso eigenlijk niks voor mij zijn. En ik ben ook iemand, ik zeg niet van, in het leger is het alleen maar oorlog, strijden en dergelijke. Ja, dus dat wou ik ook aan kaarten doen. Jullie helpen ook mensen in nood en zo. Als er bijvoorbeeld, ik zeg nu... Overstromingen en dergelijke. En dat vind ik allemaal mooi. En ik vind dat eigenlijk, dat moet eigenlijk wel naar voren worden gebracht worden. Dat ik denk dat mensen eigenlijk te veel... Misconceptie. Ja, inderdaad. Cowboys zijn die overal gaan. Ja, inderdaad. En dat is eigenlijk dan de misconceptie. Maar ik vind wel sowieso dat elke generatie een vorm van discipline moet krijgen, snap je? En zo die structuur, zoals je net aankaarten eigenlijk, dat dat echt wel mensen kan helpen in het algemeen, omdat we in onze generatie eigenlijk, denk ik, veel vrijheid hebben en minder moeten ik kan niet zeggen, vechten of we moeten minder, ik zal het gewoon zo zeggen, we hebben meer discipline nodig, denk ik, dan de voorgaande generaties. En omdat we ook zoveel vrijheid hebben, en dat is niet slecht. En ik weet niet hoe dat ze dat zouden kunnen aankaarten. Ik ga niet zeggen dat je naar een legerschool moet gaan of zo, maar het is wel sowieso goed om bijvoorbeeld zelfverdediging te kunnen. Ik denk dat jullie ook sowieso de wereld leren kennen en bekijken op een ander aspect. Dat is wel heel mooi eigenlijk op zich, ja. Dat heb ik ervaren, het kunnen meedoen op wereldniveau. In belangrijk nieuws die kunnen ervaren, dat was een heel mooie belevenis. Ja. Heel mooi, een goede belevenis. Ja, dat heeft mij dingen verrijkt. Voor de sportievelingen onder ons, je kan in het leger ook een sportcarrière uitbouwen. De topsporters, het hoeft niet altijd schieten gevechten. Ja. We hebben ook muzikanten in het leger. Het leger dat ik gekend heb, is ook ouderwets. Hè. Het leger van nu kan er moeilijk over praten, want ik ben er al 4 jaar uit. Mijn laatste 15 jaar heb ik niet zo in dat militair milieu gezeten. Dat was eerder bureauwerk, medewerker van de militaire raadgever.
Dus ik heb een ander leger gekend dan hetgeen dat het nu is. Ja. Maar mij heeft dat al, als jonge mens, ik ben daarin gegroeid, ik heb daaruit geleerd, kennis die ik mijn leven ga gebruiken en koesteren ook, wat ik gezien en meegemaakt heb. En de slechte kant, wel ja, dat is het allemaal met ervaring te maken. Ja, absoluut. Men stelt me soms de vraag, moest je kunnen opnieuw beginnen? Hoe zou je het doen? Wel, ik antwoord altijd op dezelfde manier. Ik zou misschien de lat nog hoger leggen. Fysisch, meer studeren, want je kan ook doorstromen naar een hoger niveau in het leger. Ik heb sociale promotie gedaan. Ik zou de lat nog hoger leggen, moest ik kunnen opnieuw beginnen. Ik zou nog meer uit mezelf willen gehaald hebben. Wetende, want je hebt je grenzen ontdekt, afgetast, en ik denk dat ik nog verder had kunnen gaan. Dat is dan een beetje prestige gericht, maar bon, in de goede zin dan toch. Ja. Dat is dan ook inderdaad, ik denk dat dat wel een beetje typerend moet zijn voor ja, als beroepsmilitair, dat je wel die gezonde streven naar meer in je moet houden. Er moet een reden zijn waarvoor dat je voor 6 uur soms uit je bed kruipt. Of, snap je? Ja. Dat moet die nu zitten. Ja, wat niet betekent dat ik ontevreden ben. Integendeel, ik ben een tevreden militair geweest, maar wel moe. Ja. Ik ben wel moe. Het was tijd van echt op rust te gaan. Hmm. Dus ik vind het pad dat ik bewandeld heb bij de zware beroepen horen. Ja, dat kan je. Ik vond dat sowieso. En dan is 56 jaar een correcte pensioenstelling. Ja, inderdaad. En jullie gaan dan zo, eigenlijk tijdens de week zijn jullie continu daar, eigenlijk op basis, zo gezegd, of jullie... Oorspronkelijk ben je de ganse week in je eenheid. Nadien krijg je vergunning en mag je naar huis, elke dag. Elke dag. Maar het is vooral de steeds terugkerende oefeningen en opdrachten... Die vermoeiend zijn. Waar dat je met deelneemt. En dan ben je niet weg voor een week, dan ben je voor weken weg. Dan de missies maanden. Ja. En dat is een zware dopper voor het sociaal aspect. Ja, dat kan ik geloven. Dus bon, ja. Ja. Daarom dat ik zeg, je hebt militairen en militairen. Je hebt er die heel veel weg zijn. Je hebt er die een fabriek programma hebben, zal ik maar zeggen, die naar hun werk gaan. Hè, zoals schiftwerk. En s'avonds terug thuis, morgens terug op het werk. Ja. Ja. Ik heb geopteerd voor het avontuurlijke. Ja. Voilà. Oké. Okay. Nope. Dan willen wij u enorm bedanken, Erik, dat je tijd hebt genomen om hier met ons te komen samenzitten. Ja, het genoegen is ook aan mij om daar mogen van mee deel te nemen. Als ik iets heb overgedragen naar de jonge mensen toe, dan ben ik daar ook tevreden voor. Ik heb voor mezelf gesproken en ook voor sommige militaire collega's. Bedankt voor de uitnodiging. Ja, dat is graag gedaan. Ja. Een van de redenen dat we op zoek waren naar militair, is inderdaad dat de interesse bij het leger was begonnen dan met Jurgen Konings en alles wat zich daar had afgespeeld. En ik denk dat over het algemeen de bevolking ook niet altijd weet wat een militair doormaakt. Zijn het, daar gaan we ook terugkomen. Daarom was het wel... Hadden we wel goesting om eens te kijken van oké, hoe is het voor een militair om op missie te gaan, om terug te komen. Wat maak je er allemaal mee? Het is ook altijd verrijkend om met iemand te praten van een andere generatie. Ja. Ik denk dat je ook bepaalde dingen kunt aankaarten dat wij niet inzien, bijvoorbeeld. En, dat is altijd, dat is goed voor onze generatie in een zekere zin. En ik denk dat wij ook misschien bepaalde dingen hebben aangekaart. Misschien... Ja, ik ben vooral verrast door jullie spraakzaamheid van algemene kennis, toch? Wel bespraakt, zou ik maar zeggen. Okay. Moeilijke woorden. Ik heb heel stilletjes... Ik heb heel stilletjes geluisterd. Oké. Okay. Ja. Absoluut. Nee, maar nogmaals hartelijk bedankt. Dit was Gene Zever. Ja. Ik ben Moussa. Ik ben Marvin. Axel. En onze gast. Erik Wouters. Oké. Okay. Bedankt voor het komen.